Het verhaal van Pasen. Dit is Jezus. Hij is de Zoon van God en de Redder van de wereld. Toen Jezus op aarde was, vertelde hij de mensen over Gods liefde en liet vele wonderen zien. Zo geneest hij vele zieken. Zelfs laat hij mensen weer opstaan uit de dood. Met Pasen vieren de Joden het Pesach. Daarbij vieren ze dat God hen uit het land Egypte had bevrijd. Jezus besluit om samen met zijn leerlingen het Pesach in Jeruzalem te vieren. Daar had men al veel over Jezus en zijn wonderen gehoord. Jezus besluit om Jeruzalem binnen te rijden op een ezel, omdat dit al lang geleden was voorspeld. Juichend staan de mensen met hun palmtakken te zwaaien als Jezus binnenrijdt. Zelfs hun kleren leggen ze voor Jezus op de grond, roepende: Hosanna! De fariseërs zijn het hier helemaal niet mee eens en willen van Jezus af. Ze bedenken een plan om hem te doden. Judas, een van Jezus' leerlingen, besluit dan Jezus te verraden voor 30 zilveren munten. Hij zal zeggen waar Jezus zich in de stad bevindt. Laat die avond viert Jezus het paasmaal met zijn leerlingen. Hij vertelt hen dat hij zal gaan sterven. Hij breekt het brood en deelt het uit. Maar wanneer hij Judas het geeft, zegt hij: haast je en doe wat je moet doen. Judas vertrekt dan in de nacht. Later die avond gaat Jezus met zijn leerlingen naar het hof van Gethsemane om daar te bidden. Judas verschijnt dan plots met enkele soldaten en verraadt Jezus met een kus. Diezelfde nacht nog wordt Jezus naar de Joodse leiders gebracht. Ze vragen Jezus: bent u de Messias? De redder van de Joden? Zegt u dat u de Zoon van God bent? Ja, dat ben ik. De Joodse leiders worden woest en de hoge priester scheurt van woede zijn mantel. Hebben jullie gehoord hoe hij God beledigt? Weg met hem! Zo brengen ze Jezus naar de Romeinse leider Pilatus. Hij moest Jezus ter dood veroordelen. Maar Pilatus ziet helemaal niks verkeerds aan Jezus. Volgens mij is hij onschuldig. Luister. Ik zal hem straffen en daarna weer vrijlaten. Maar de mensen beginnen dan steeds luider te roepen: kruisig hem, hij moet dood! Goed, kruisig hem dan maar. Maar ik heb er niks mee te maken. Jezus wordt geslagen en bespuugd. En zijn kleren worden hem afgerukt. En een kroon met een stekelige doorns wordt op zijn hoofd geslagen. Hij wordt zo geslagen dat hij haast niet meer rechtop kan staan. En dan moet hij zijn eigen kruis dragen naar de heuvel, totdat hij instort en niet meer verder kan. Een voorbijganger moet dan het kruis verder naar boven dragen. Eenmaal boven op de heuvel Golgotha slaan de soldaten Jezus aan het kruis, samen met nog twee andere veroordeelden. Als Jezus aan het kruis hangt, roepen de mensen naar hem: als je echt de Zoon van God bent, help je dan van het kruis. Maar Jezus weet dat hij moet sterven voor de zonde van de mensen. In de middag wordt het donker in heel het land. 3 uur later neemt Jezus zijn laatste adem en sterft aan het kruis. Op dat moment begint de aarde te beven en het gordijn in de tempel scheurt doormidden. De soldaat die dit allemaal ziet gebeuren zegt: deze man, hij was echt de Zoon van God. Een man genaamd Jozef van Arimathea vraagt of hij Jezus' lichaam mag begraven in zijn familiegraf. 3 dagen gaan voorbij. En alle hoop lijkt verloren. Maar heel vroeg op zondagmorgen gaan 2 vrouwen naar het graf
en zien dat de steen voor het graf is weggerold. Ze vinden een leeg graf. Wees niet bang, zegt dan een engel. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Toen herinnerden de vrouwen ineens weer wat Jezus altijd had gezegd. Dat hij zou opstaan op de derde dag. Ze rennen meteen naar Jezus' leerlingen om te vertellen wat ze gezien hebben. Dan, in de volgende 40 dagen, verschijnt Jezus te midden van zijn leerlingen. Hij laat zich aan nog vele anderen zien. Hij laat zijn wonden zien, maar ook dat hij weer leeft. Hij vertelt hem dat hij gekruisigd moest worden, zodat alle zonden van de mensen vergeven konden worden. God de Vader heeft de mensen zo lief, dat hij niet ons, maar zijn enige zoon Jezus liet sterven, zodat wij gered konden worden en straks voor eeuwig kunnen leven in de hemel.